Nou, die ult die volgens mij alleen. Nee, die doet dan gewoon de damage die hij normaal ook deed, alleen dan, aan het einde, dan ontploft hij ook nog. Nou, dat hebben we echt nodig. Ja, en dat doet het dus nog weer extra veel damage. Ik weet niet wat het idee is, maar... Brand was al vet sterk, en dan, dat ook met de pijling, ik snap dat niet. Maar het is een perfecte combinatie met een nigger. De nigger en de... Ja. In brand staan. Pap! Dat, weet je wat we gaan eten? Veldertjes? Ik weet niet, ik had op zich wel gewoon geen spaghetti of zo. Dat kan ik wel doen. Wat hoor je of wat? Nou, die op. Ja, spinazie met spek is dus wel weer lekker. Ik vind die piano verder beneden. Oké. Kijk, een mooi vuurtje. Ik denk dat je niet gaat smijten. Nou, deze smijt ik eigenlijk liever wel, maar... Ja, hebben ze het alweer geëntjoyed? Ja, hij flasht nog even terwijl hij direct kwijt was. Ah, wat doet de nigger nou? Oh, hij had nog even één turret op moeten nemen. Flash je nog gewoon even naar de nigger en dan... Wat heeft Jasso nou gedaan? Probeerde die nou serieus ook wel wat te janken? Hallo? Die range van die Q van Brand is ook gewoon ongelooflijk. Nou, dat is echt... Nou, pak hem nou gewoon. Waarom flash die nigger niet naar gewoon even een andere Q en dan is hij dood? Hebben die Eloy ofzo, hebben ze ook genervd volgens mij. Oh ja, er speelt niemand. Alleen een brons. Volgens mij wel. Ze hebben die ene die power reclame met van de jungle item dus ook veranderd, hè? Power. Ja, met de jungle dat, je hoeft dat ding niet meer te stacken, maar je hebt nu gewoon permanent 3% van de enemies
I bet he hide off. Dus die champ is als Jackson, zo, die zijn ook wel goed. Waar die eerst niet goed dan? Ja, maar die zijn... Ja, maar ik weet niet of dit item dan beter is of niet, maar je hoeft hem dus nu niet meer te stacken. Dus het is niet zo van... Dat je eigenlijk even heel lang moet gaan farmen voordat je echt wat gaat doen. En ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar... er is nu een item en volgens mij is dat die Ginger's Rage Blade. Dat je met Fane... Die ene passive. En met die uber basic attack, zeg maar. Dat je dan met twee basic attacks hoeft te doen om dat ding te proberen. Volgens mij is dat Ginzo, dus ik zal even kijken. Ja. Bij die domme dingen doet. An enemy has been slain. Dat zit maar uit. Nou, hoe is hij nou dood gegaan? Omdat hij noob is. You can't contain me, summoner. Daar wilde ik best wel even verplaatsen. Ik ga doodgaan. Laat hem gewoon even doodgaan. Dat is wel slecht. Organa is te slecht om de neger te killen. Ja, ik weet niet waarom ze hem nou in godsnaam proberen hem nog te chasen, maar... Ik zat daar gewoon in het bootje. Ja, inderdaad. Maar meestal is het zo van, oh, kill, 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 kill. We can get kill, zo... Ja. Nou ja. Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan aan het uitstaan? Drie bergen beklommen, volgens mij. Of nou nee, niet beklommen. Maar... Bestijgen. Nou, ik kom bot even janken. Ik ben ooit. Ik was er sowieso dood van, anders had die enemy wel gekild, maar waarom ging die Morgana nou niet dood? Kijk, bij die Ginzo staat nu... every other basic attack will trigger an on-hit effect. Will trigger on-hit effect an additional time. Oh, kijk Demers! Demers is boos! Dat was apart. Wat? Die Twitch die ging dus. Die stond dus naast Lucian op zo'n ongeveer en toen ging die doen. Toen flashte die. Toen deed hij zijn ult, toen ging hij attacken en alles en zo. En toen ging hij in één keer in stijl. Wat de fuck. Maar je hebt allemaal nieuwe leuke items ook, hè? Voor brands zijn die ook wel echt goed. Ja, inderdaad. Ik ga gewoon naar de items,
Okay, misschien, ja, ze hebben van die hackstack items erbij. Daarna wil ik Ziggs proberen, want volgens mij Ziggs hebben ze gewoon... Ja, die is ook wel echt goed voor je. Ja, en dan kun je lekker mee poken en zo. En voor turrets is die echt heel goed. Maar inderdaad, dat is ook wel. En dan moet je de W opgooien. Poep! Ah, what the fuck is dit systeem? Iemand hebben in de brand gezet. Ja, dus ik dacht weg te sneaken en toen was in één keer hi! En toen ging het eraan. Bij Annie kun je zien wanneer ze die stun heeft. Gewoon. Maar als je scripts had, dan kon je dat voor me al in te zien. Ja, denk ik ook. Oh, die beer. Ah, Lee Sin is hier weer. De vraag is... Nee, de vraag was eigenlijk van of hij door had dat ik er was. En ik moet nou... Oeh, welke dragon hebben we? Leuk hè? Zelfs als vorige jaren, ja, de Cloud Drake is als eerste telken. Hallo? Ja, wat probeert deze trainer te doen? Waarom heeft zij Ghost? Het is gewoon, elke Drake is iets waard ofzo. Je kunt nu in principe gewoon... 3, 6... Nee, je zou gewoon 12 Drakes kunnen gaan doen. Nee. Nee? Nee, op... Je kan volgens mij 4... Nou, als je op het... van, je kan 3 of 4 dragons of zo en dan is het iets van... Dan komt dit zo'n speciale dragon. Oh, dan komt gewoon weer die... Maar je zou ervoor kunnen kiezen dat je de Cloud Drake, die wil ik niet, zou ik kunnen zeggen. En dan alleen die... Ik snap niet echt hoe je 3 van 1 moet kunnen krijgen. Er komt er elke keer als de dragon wordt gekilled, komt er een... Ja, maar op een gegeven moment komt die Elder Drake. En dan... Like wildfire. Ja, precies, en dan. Ja, het zal ook wel... En... Killing. Is that fireproof? Ik heb het gevoel alsof die Eva, ze hebben die Eva Rengar hebben ze iets mee gedaan, maar die is nu wel makkelijker te hitten, heb ik het gevoel. Dat is wel fijn, want die vond ik best wel irritant eigenlijk om te gebruiken. I am the fire that cleanses the world. Ah, ik had hem net niet. Ah, dat klopt hier niet. Dat moet eigenlijk alleen op champions. Wat? Nou, ik deed even de ult op minions, maar hij ontplofte niet. Nou ja, dat werkt alleen op champions, maar ik weet ook niet of het altijd op champions werkt hoor. Ik weet precies hoe het werkt, staat het er niet bij? Even opletten. Hallo?
Hey, wie deed er zoveel damage? Waarom doet die Lee Sin zoveel damage op mij? Omdat hij een noob team heeft. Nou, wat voor eerlijk zitten wij god dan? Kijk eens naar die beeld van Annie. Hè? What the fuck? Volgens mij heeft iemand het al weer gehaald. Die is wel erg mooi, ja. You can't contain me, summoner. Oh, ik weet natuurlijk waarom ze die devourer hebben veranderd. Want die devourer die doet op een gegeven moment. Dan doe je die zeg maar met de tweede aanval doe je die extra damage, hè? Bij de tweede aanval is het net alsof je twee aanvallen tegelijk doet, hè? Ja. Ja, en als je dan die Ginzo zou kopen, waarbij zeg maar de aanval twee keer iets prop, dan zou die denk ik met één basic attack vier basic attacks tegelijk doen of zo. Of niet? Oh ja, dat... Ik ben uitgebrand. Oh, kut Lee Sin. Ik heb ook eerst nog even twee turret shots en daarna kwam die Lee Sin. En ja, ik vind dat inderdaad wel heel leuk doen. Shut down. Hij zit gewoon daar in. Hij weet ook dat je gewoon Q kunt drukken en dan B. Dat is zo leuk om te doen. Yes. De tekken is er bijna. Your team has destroyed a turret. Dat ding nog weer gefresh. After millennia, I am free. Nou, dat ging op combo weer lekker goed. Hallo? Hallo? Ik weet echt precies dat ze wel maar zijn. Oh, ik kom hier. Kom. Nee, niet doen. Niet right under the nose. Hé, daar had ik bijna Penta. Penta? Daar komt de Penta. Ja, dat is wel erg leuk. Dat spant die kijken aan, dat hebben we niet net gedaan. Wat hebben we gekregen? Oeh, mid damage. Nee! Ja, toepakken! Ja! Yes!
Oh mijn god, dat was werkt, hè. Die daar ontploffen die. Oh, maar dat, oh, dat is gewoon een passive van mijn... Ik heb 4300 voor. Dat is niet de ult, dan denk ik gewoon een passive van mij. Oh, ik verstaan. Ah, ze hebben gesurrenderd, dat is niet de bedoeling. Nou, voor mij is...